Op vele markten in de wereld treft men imitatieartikelen aan. Zo ook op de cruisemarkt van Sint Maarten. Tot grote ergernis van de producenten. De merkhouders die vinden het buitengewoon vervelend, om het zacht uit te drukken, dat hun producten, althans de naamproducten, zo openlijk op straat wordt aangeboden. Are these logos a protected brand? You cannot have them. Op de markt van Sint Maarten heb ik uit kracht van een rechterlijke bevel eigenlijk namaakproducten in beslag genomen. We have to seize all the goods that you have here regarding Louis Vuitton for sure. We hebben ontzettend veel namaakgoederen weer aangetroffen van uiteenlopende merken. En die hebben we allemaal in beslag genomen namens de merkhouders en ook namens de consumenten natuurlijk. Voor de winkeleigenaar of voor de standhouders is het irritant. De man voor de government. Maar ja, het is een kwestie van het uitvoeren, dus ik kan niet zoveel tegen doen. We zijn hier natuurlijk totaal niet welkom. Daarom vragen we ook toestemming aan de rechter om door middel van de deurwaarder beslag te komen leggen. De politie werkt ook mee, dus het is een verrassingsactie. Ze weten niet dat we komen uiteraard. De straatwaarde is ongeveer $15,000-$20,000 en de winkelwaarde is ongeveer $250,000. Ik denk dat zij nu wel aan die waarschuwing zullen houden. Want kijk, een van die standhouders, het is de tweede keer eigenlijk die wij haar hebben eigenlijk aangetroffen met namaakspullen. Vorige keer nog meer, maar nu ook aanzienlijke aantallen. Ik was toch wel verrast, omdat twee, drie maanden geleden zijn we ook geweest. Toen lag het echt behoorlijk vol. Het was de eerste keer dat we een beslagname deden op deze markt, pal achter het courthouse. De spullen worden nu tijdelijk bewaard bij de politie en of de deurwaarder. Tot iedereen vrijwillige afstand heeft gedaan of een onthoudingsverklaring heeft getekend. En daarna worden de spullen gewoon vernietigd. Men moet nog leren dat het niet mag en waarom het niet mag. Dus dat is een soort awareness programma. Maar tegelijkertijd moeten we ook die acties blijven uitvoeren, zodat men op een gegeven moment weet, overschakelen op andere spullen. Dit is niet toegestaan. You see, no name, no logo. No importa. Oh. It's not permitted. El logo y otros is not permitted. Todo no es permitido que es más o menos es similar de Louis Vuitton. Mooi, en dit is de situatie in Lombre, Louis Vuitton. Een procesverbaal krijgen ze zeker, zoals ik net deed. Maar voor wat betreft de boete kan ik niet zoveel tegen zeggen. Nou, het is de bedoeling om zowel aan de koper, zowel de consument die denkt van nou, dit is een onschuldig namaaktasje. Ook die moet beseffen dat het is niet toegestaan. Het is eigenlijk een vorm van diefstal van het echte merk. Die moeten beide beseffen, zowel de koper, zowel de verkoper, dat dit niet toegelaten is. Dat het ook nergens toe dient en dat het gewoon strafbaar is. Het is de visibility die men toch ook echt wel wil aanpakken. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, het zet geen zoden aan de dijk. Aan de andere kant, je moet wel ergens beginnen. En er is toch echt wel voor gekozen, ik denk met een goede reden, om vooral die zichtbaarheid aan te pakken. Wij blijven deze acties uitvoeren zolang het nodig is. Dat doen we op alle eilanden, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Sint Maarten is het laatste bolwerk waar het helemaal vol lag en ligt. En dat gaan we opschonen. Dus in principe zijn we hier elke maand minimaal één keer.